Hier achter me zijn ze de rozenkrans aan het bidden. Het is een voorbedenkrans. Je zegt eerst waar je voor gaat bidden en dan ga je dus 100 keer dat riedeltje doen. Van Maria, wil je alsjeblieft bidden, zeggen tegen Jezus dat hij dit moet gaan fixen. Wat waar je voor wil bidden, zeg maar. Normaal moet je als protestant moet je zeggen, Jezus wilt u die persoon genezen. En dan ben je klaar. En dan gaan mensen soms nog heel lang door of zo, maar dan moeten ze zelf woorden verzinnen en je weet nooit wat je dan moet bidden en zo. En hier zeggen ze gewoon één regeltje, zeggen ze 10 keer. En het is heel duidelijk. Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Hij zij gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Ik wil bidden voor iedereen die door alle nare dingen die gebeuren in de wereld ontmoedigd raken en dat God ze zal troosten en weer de hoop zal geven dat het weer goed komt en dat de wereld weer heel wordt. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Heb je voor het eerst rozenkrans gebeden op de Wereldhorendagen? Ja. Ja, ik had deze rozenkrans gekocht en hij sprak zo tot me aan. En toen dacht ik, ja, ik heb hem nou ook gekocht, dan wil ik hem ook een keer bidden. Leuk, hè? Ja, ik vond het ook heel leuk. Omdat, ja, normaal als je voor iemand bidt, weet je nog niet zo goed wat je moet zeggen. Nee. En nu als je voor iemand bidt, dan zeg je gewoon dit riedeltje, weet je wel? Ja. En dan zeg je 10 keer. Dan heb je wel het gevoel dat je echt voor iemand hebt gebeden. Ja, en het is heel leuk om het samen met z'n allen te doen en te zien dat de groep telkens groter wordt. Ja.